Vandaag ook nog heel graag willen apenkooien, maar helaas lukte dat niet, want dan had ik helemaal moeten doorfietsen naar Rotterdam. Daar werd geld ingezameld voor bedreigde dieren. 200 kinderen deden eraan mee. Wereld Natuurfonds verzamelt hier geld mee voor de mensapen. Ik ben de aap aan het steunen voor het Wereld Natuurfonds, want ze zijn bijna uitsterven. Het klauterfeest is bedacht door het Wereld Natuurfonds. Zo willen ze aandacht vragen voor de mensaap, zoals de chimpansee, de orangutan of de gorilla. Volgens het WNF gaat het slecht met deze dieren en is er een kans dat ze er over 20 jaar niet meer zijn. Er worden namelijk te veel bomen gekapt en er wordt nog steeds op de apen gejaagd. Dat moet stoppen, maar daarvoor is geld nodig. Kinderen die hier klauteren hebben allemaal 2 euro betaald. Sommigen hebben zich ook laten sponsoren. Zoveel mogelijk geld inzamelen, daar gaat het dus om. Maar het is ook leuk, even voor aap spelen. Ik ben ook aan de taal gaan hangen en toen ben ik alleen maar over de kop gegaan en zat is gemaakt. Is niet eng? Nee, voelt je met aap. Dat niet alleen, je krijgt ook honger als een aap. Afgelopen maanden waren er ook allerlei andere acties voor de mensaap. Kinderen hebben bij elkaar bijna 500.000 euro verdiend voor het Wereld Natuurfonds.